is jouw rol op Duchenne Heroes? Nou, ik zit hier bij het Rode Kruis. En wat ik op dit moment doe, is zorgen dat alles opgebouwd wordt hier op de camping. Met name die tenten achter ons. En als het eenmaal opgebouwd is en de rijders komen binnen. En stel je voor dat de rijders gevallen zijn of over de kop gegaan zijn. Dan komen ze naar mij toe en dan kan ik ze behandelen. Zijn er ook al veel gewonden geweest dit jaar? In principe zijn er best wel veel mensen al gekomen. Weet je wel, kleine snijwondjes en zo allemaal. Maar wat ook een probleem is, als je 7 dagen lang op de fiets zit, dan gaan de billen van de mensen zeer doen. En niet alleen zeer, en daar hebben we pilletjes voor, maar die gaan ook kapot. En wat wij dan doen is een laagje erop plakken, zodat dat het niet weer zo heel hard schuurt. En dan kunnen ze weer fietsen. En buiten dat zeggen wij altijd tegen de mensen, gebruik vaseline, veel vaseline, want dan glijdt het, dan schuurt het niet. Maar die mensen die krijgen we wel heel veel. Wie ben je en wat is je rol hier op Duchenne Heroes? Ik ben Cindy, ik ben bij mij als sportmasseur en ik ben 6e Duchenne Heroes. Voor samen met mijn andere teamgenoten dat de renners en de vrijwilligers, als ze daar behoefte aan hebben, gemasseerd worden, zodat ze lekker soepel blijven en op de fiets kunnen blijven zitten of hun werk kunnen blijven doen. Wat zijn de plekken waar je vooral moet masseren? Heel vaak de knieën, de benen. Ze fietsen 7 dagen en normaal gesproken doe je dat niet zoveel achter elkaar en ook niet zo intensief natuurlijk als het terrein waarover ze fietsen. En dan krijgen ze zere bovenbenen en een beetje pijn aan de knieën en de schouders en de nek. Wat vind je zo leuk aan Duchenne Heroes? Ik had mijn opleiding als sportmasseur gedaan en toen dacht ik wil eigenlijk meer ervaring krijgen. En een vriendin van me fietste al een paar jaar mee. En ja, ik denk wat is nou mooier eigenlijk om ervaring op te doen met mensen die sporten. Te voelen wat een week fietsen met zo'n lijf doet. Ja, dan ga je 1 keer mee en dan zie je wat Duchenne Heroes, waar dat voor is, wat Duchenne inhoudt. En ja, jullie zijn er allemaal, of een hoop jongens zijn aanwezig en dat is gewoon heel mooi om te zien waar we het voor doen. En dan het jaar erop denk je van ja, het is zo gezellig, 1 grote familie, de sfeer onderling. Toen dacht ik ja, ik ga gewoon volgend jaar weer mee. En dan zie je het jaar erop, zie je iedereen weer. Ja, en dat is gewoon zo duidelijk waar je het voor doet.